timmermannen, vakmannen, voormannen. Alsof er geen fantastische bouwvrouwen zijn die hun mannetje staan op de bouwplaats. Nou, die zijn er wel degelijk. En één ervan is Jessica. Zij is kraanmachiniste en met haar maak ik vandaag mee. En dat wordt letterlijk en figuurlijk dus een hoogtepuntje. Jessica. Hi. Hi, Daan Hagenaam. Jessica. Zo, Jessica, dat is een behoorlijk, ik zou bijna willen zeggen, joekeloeris. Ja, flink ding. Ja, vind je? Jij vindt dit een... Het is niet een van de grootste. Gewoon een tussenmaatje. Ja, tussenmaatje. Wat voor kraan is het? Het is een 48 meter mobiele torenkraan. Een torenkraan, dus dat betekent dat hij... Omhoog gaat. Ja. En hoe hoog gaat hij dan? Ongeveer 25 meter. Top, ik heb er zin in. Ik mag met jou namelijk meelopen vandaag. Ja. Waar gaan we naartoe? We gaan naar een bouw in Zwijnderen. Dus we moeten naartoe rijden? Dat doe jij ook? Ja. Oké. Okay. Moet ik gewoon naast je zitten en dan geef jij gewoon een gil als ik iets kan doen. Yes? Maar goed. Daarin stappen. Daarin stappen, ja. Hoe zwaar is dit ding? Ongeveer 48 ton. 48 ton, dat is 48.000 kilo. Ja. Hey, hoe uniek ben jij eigenlijk als vrouw in de bouw? Nou, de laatste jaren zijn er wel wat vrouwen bijgekomen. Dat vind ik juist heel leuk. Vooral in de bouwplaats op zich. In de kranenwereld zijn ze nog maar, denk ik, 200 teller. Maar wij hebben er inmiddels ook bijna nog twee bij. Hoe kom je dan als vrouw in de bouw? Nou ja, het bedrijf is van mijn ouders. Dus ik ben eigenlijk wel in de kranen opgegroeid. Maar... Toen ik 13 jaar geleden begon, waren er geen vrouwelijke kraanmachinisten wat ik een beetje als voorbeeld kon nemen. En vrouwen in de bouw waren er eigenlijk ook niet. Dus ik ben op een dag naar mijn ouders toe gegaan van joh, toen ben jullie komen werken. En toen dachten zij, oké, kom maar werken, maar dan als? Op kantoor. Ja. Toen mijn moeder zei, ja sorry, maar ik zoek niemand op kantoor. Ze zei, nee, ik wil op de kraan. Toen zei mijn vader van, laten we even een maatje meegaan. Het begon koud te worden en ik ben nogal van make-up en... leuke kleding aan, dus succes. Ga maar ergens mee en dan ben je wel genezen. Maar ik vond het leuk. Dus... En wat maakte dat jij dan zo graag op een kraan wilde zitten? Nou, ik wilde vooral avontuur. En ik zag mezelf niet de hele dag achter het bureau zitten. En de mannen op de bouwplaats, die raken er ook gewoon meer en meer gewend aan? Ja, je krijgt in alle lagen van de bouwers, in elk vak krijg je wel vrouwen. En als je laat zien dat je gewoon hard werkt, dan... dwing je ook wel een soort respect af. Ja. Hoe is het nou om met zo'n gigantisch ding rond te rijden? Ja, ik vind het top. Ja? Ik blijf dit leuk vinden. Krijg je nou wel eens ook als er auto's langskomen? Zeg maar dat mensen dan opzij kijken en in één keer een vrouw is ook een zin. Ik krijg echt dat mensen zo echt raar zitten te kijken. Oh kijk, hier gaan we tillen. Ik ben nou wel lekker dat vooroordeel aan het ontkrachten dat vrouwen geen ruimtelijk inzicht hebben en hier kunnen infiltreren. Nee, echt superleuk om in staat te worden. Welkom in mijn ship. Welkom in ship crib. This is where all the magic happens. Yes, ik sta echt serieus, Jessica. Ik sta te zien. Echt waar? Is het echt? Maar dit is wel een fantastisch uitzicht. Je hebt altijd mooi uitzicht. Je komt op de mooiste plekken. Dus dat is wel echt wel top. Hoe weet je nou wat je moet doen? Normaal gesproken hebben we een portofoon. Nu heb ik van tevoren afgesproken wat we gaan doen, dus dat is makkelijk. Nou, ik zou zeggen, laten we gaan hijsen. Ja? Ja. Durf je het aan? Ik durf het aan. Dan gaan we wel bewegen, hè? Oh jee, ja, we gaan. En dat schommelen is hartstikke normaal. Vraag het me maar even, voor de zekerheid. Het schommelen is heel normaal. Oh, goed. Ik denk dat een van de voorwaarden om kraanmachinist te worden wel is dat je geen hoogtevrees hebt. Ja, bij deze kranen wel. Je hebt ook gewoon die kranen dat je op de grond zit en dan valt het wel mee. Maar deze kranen moet je geen hoogtevrees hebben. Nee. Nou, we gaan het, hè, dat gaan we, oké. Hey, waar let jij nu op tijdens het hijsen? Nou, het belangrijkste is dat hij goed aangepikt is. En dat is eigenlijk weer altijd afhankelijk van degene die onder de kraan staat. De rigger? Ja, de rigger. Ja. En ik kijk sowieso naar de hoogte, hoe hoog we hangen. Ja. Wat de wind doet. Nou, het is nu windkracht 4-5. Hoe zwaar het is. En daarboven kan je nog zien...
wat de afstand is. Dus we zitten nu op 27 meter vlucht. Dus je moet op heel veel dingen letten. Ja. Het is multitasken. Ja, je doet drie dingen tegelijk. Zwenken, zakken en in- en uitkatten. Dus wat katten? Dat is dit. Oh, van je af naar je toe? Ja. Oh man, we gaan echt heen en weer, hé. Hoe je dat? Jij vindt van niet, hè? Ja, ja. Nou ja, ik voel het wel, hoor. Goed, een beetje heb ik hoofdstrees, word ik nog zeeziek. 500 meter hoogte. Ik heb een fantastische baan. Je weet waar je naar moet kotsen, hè? Door dat raampje. Niet in mijn nek, hè? Nee, niet in je nek. Daar heb ik deze helm voor. Nou, nou zijn we klaar. Zijn nog wat over is. Ja? Ja. Kijk eens aan. Oh, maar dit is wel echt te gek. Stiekem is dit natuurlijk wel een soort van jongensdroom dat je vroeger met kraantjes speelde. Ja, is dat zo? Ja, natuurlijk. Oké, Jessica, mag ik jou heel hartelijk danken. Ik vond het echt serieus te gek. Nee, en jullie bedankt. Ja. Ik hoop dat er meer mensen voor dit mooie vak kiezen dan helemaal vrouwen. Het zou leuk zijn. Dat hoop ik ook.